Goedemiddag, dames en heren. Van harte welkom op dit symposium, waar u, voor zover u daar niet al meer dan voldoende bekend mee bent, kennis gaat maken met de ins en outs van het concept Change Is. Ik ga degenen die hier aanwezig zijn niet allemaal één voor één hartelijk welkom heten. Ik zal ze straks nader introduceren. Mijn naam is Sadik Hashaoui. Ik ben chef de mission, zoals dat zo mooi heet, van platform Society Impact. Society Impact is een platform van banken, filantropen, overheid en ondernemers om te proberen impactinvesteringen, waaronder Social Impact Bonds, in Nederland de voet aan de grond te laten krijgen. En wat is het een grote eer om dan tegen een concept aan te lopen of tegen een project aan te lopen wat al in vergevorderd stadium is, wat een impact probeert te maken voor een hele specifieke doelgroep. In het bijzonder de mbo'ers die in een hele lastige sociale omgeving zitten als het gaat om hun leefomgeving en een woning. Dat op een innovatieve manier doet en waarschijnlijk ook zal gaan proberen te doen, omdat er nog heel veel aankomt. Want dat zijn namelijk precies de projecten die eigenlijk ook passen binnen de impactinvesteringen die nu op dit moment langzamerhand voet aan de grond in Nederland krijgen. En het is dus echt heel gaaf dat hier in Almere al de eerste op het terrein van wonen en werken en leven en leren. Het enige wat ontbreekt is de wederhelft. Het was altijd wonen, werken en wederhelft. Nou, ik geloof niet dat er nog ergens iets zit waarbij jullie ook een relatie gaan regelen voor jullie bewoners. Maar goed, wat niet is, kan nog komen, Ralf. Het spijt me voor u, komt allemaal niet in aanmerking voor de woning. Maar goed, we zullen zo meteen wat meer horen over het concept, over de achtergronden, over de visie, over de ambities. En we zullen in gesprek gaan met een aantal hele belangrijke partners van het concept. De mensen van het eerste dag. Maar nogmaals, ik zal ze allemaal één voor één aan u voorstellen. Wat ik zelf heel gaaf ook zou vinden, maar ik mag ook een beetje meedromen. Dus ik heb een van dat ik maar even neerleg. Het zou ook mooi zijn als dit het eerste gebouw zou worden wat totaal schuldenvrij is. Ralf. En dat ga jij regelen. En hoe je dat gaat regelen, dat horen we straks. Maar ik geef u maar een voorbeeld. Je mag nog niks zeggen, vervelend hè. Ik geef u maar een voorbeeld dat we hier vandaag ook een beetje bijeen zijn om elkaar uit te dagen. En ook een beetje elkaar te inspireren met wat kunnen we er eigenlijk nog meer doen om impact te maken voor diegenen die straks in dat prachtige complex komen te wonen. Niet alleen omdat ze sneller een baan zouden kunnen krijgen op het moment dat ze een baan verliezen. Of dat ze op andere manieren aan hun netto besteedbare maandinkomen kunnen werken. Maar dit project geeft ook zicht op een aantal hele mooie, nieuwe, andere vergezichten. Nou, daar gaan we vanochtend met u allemaal over praten. Te beginnen, althans, u mag nog niet met hem praten, maar hij gaat u wat vertellen. Met Rob Sandbergen. Hij is de CEO van USG People, ik geloof sinds 1 juli 2010. In de goede jaren, zou ik maar zeggen. In de goede jaren. Dit zijn de goede jaren, die breken pas nu aan. Partner in het concept. Dus Rob, ik zou jou willen vragen om naar voren te komen.